Yo, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we Roblox spelen met... De Lala! Hey. Even voor de duidelijkheid. Ik ben de tweede broer van Romano. Ik heb ook met hem laatst jasseizoen gespeeld. Check de link ook even in de beschrijving. En ja, dan gaan we nu beginnen met Romano's Hide and Seek. Ik heb ook Hide and Seek. Ik heb ook twee maps gemaakt. Dus maar eerst gaan we met van Romano doen. Ik weet niet of jullie hem hebben gehoord. Waarschijnlijk niet. Misschien wel. Ik weet niet. Dan anders hadden jullie het gewoon geluid even moeten terug. Even harder moeten zetten. Anders spoel je hem nu eventjes terug. En zet je hem wat harder. Vanaf het stuk dat je niks meer hoort. En dan gaan we nu gewoon beginnen met de video. Oké, Delano. Welke map gaat het worden? Ik denk de house. De house? Jij bent de hider? Oké, ik ben de zoeker dus. En ik blijf hier wachten. Oké, ik doe mijn koptelefoon op. Dan horen jullie gewoon Romano. Ik ga af en toe gaan we ook op praten, maar niet al te veel. Nou, oké. Daar staan we dan. Dat wordt eventjes wachten. Wacht, ik zou de menu eventjes weghalen. Oh, ik zit toch ook in de build mode. Dat is allemaal niet de bedoeling. Nu niet meer. Alleen kan ik niet naar jou kijken. Maar ja, dan maakt het uit dat... Oké. Want ik ben toch niet degene die filmt. Dus dat scheelt. Het is ook wel zo wat saaier. Dat maakt niet uit. We mogen nog niet zo te zien. We kunnen nog niet doorlopen. Ja, we kunnen eruit. Oh, ik rek dol meteen. Ik val meteen van die bank af. Dan kan ik die bank. Dan kan ik die klooie bank. Nou ja. Zit hij hier? Wacht, er is ook nog een probleem. Ik kan achter... Wat? Hé, het lukt niet. Ik heb hier ook geen tijd voor ingesteld, hè. Wacht, ik zet hem nu op 5 minuten, ja? Ja, ik heb je! Ja! Ja, ik heb je! Wil je mij zien door die kast heen? Nee. Oh. Ik mezelf wel, want ik zie altijd mijn capen doorheen. Maar ik heb je dus gevonden achter deze kast hier. Ik wou eerst de timer op 5 minuten zetten en dan staat hij al bij me. Ja. Dat is echt dikke kloten. Ja. Ja, jammer hè. Deze hebben we van 5 minuten voor als die... Oh, ik donde weer om hoor. Ik heb nog steeds geen knop gemaakt. Gaan we nu de map van mij doen, Romano? Nee. We gaan nog eerst de map van mij doen en daarna die van jou, ja? Oké. Waar ben jij? Ik ben hier. Kies maar. Store of de maze. Een maze is een doolhof trouwens. Store, want de maze is kut. Oké, store. Jij bent de zoeker nu, hè? Oh, kut. Ik stond op de verkeerde shit. Ik zit nu in de maze, terwijl ik op de andere... Ja, nu ben je weer... Nee, maar... Ik wil wel dat jij even... Jij wordt wel een keertje zoeker, hè? Ja, ik wil niet bij mijn eigen map zoeker worden, dus dan word ik hier wel zoeker. Oké, dan doen we het al. Zit je bij de store seeker? Ja. Oh, dus deze knop. Ja. Ik dacht dat het eentje verder was. Ik zou hem opschieten als ik jou had. Ja, waarom? Doe rustig. Ja. Maar nu is het alles... Nee, ik heb het gefixt. Ik heb het nu gefixt. Kijk, we spannen nu niet meer door het dak heen. Dus dat is al een stuk fijner. Ja, ik doe de hele tijd die camera naar beneden. Sorry. Heel irritant het allemaal. Daarom let ik echt alleen maar op die camera. Ik wil eruit. Ja, ik ben eruit. Waar zou die zitten? Jezus! Nee, shit. Ik ga niet achterom kijken. Hopen dat hij de geile plek niet vindt. Nee. Ik ga gewoon doen, ik heb je. Nee. Ja, ik zit vast. Ik zit
te onderkomen. Dit is mijn enigste. Ik ben geklit van Ado. Je kan er nog gewoon verder hoor. Nee, ik kan het niet. Wacht even. Oh, je kan alweer. Maar nu ben je weer ontsnapt. Dus niet leuk. Jawel joh. Ja, maar ik zit op een hele makkelijke plek. Oh, fucking kutzooi. Nee. Ik wil niet gevonden worden. Verdomme, ik kan je niet vinden. Tante, dat is een kutmap. Heeft het nog een glitch? Zo is het zelf makkelijk op de plek. Dat kan je echt niet vinden. Nee. Shit. Oké. Ik heb je! Nou, er staat 1-1. We hebben elkaar allebei een keer gevonden. Nu gaan kids naar wat voor mij. Maar ik word altijd de heide hoor. Stop even. Mano? Ja, maar ik word ook een keertje. Dus ik word ook een keertje de heide, hè? Nou, ik ga de school kiezen. Harder. Ja, en inderdaad, ik. Ik zit in de school zeker. Oké, ik zit vast hier, mensen. We moeten nog eventjes wachten. Oh, het is deze kant. Je kan ook in de kluisjes kijken. Kluisjes? Ja, maar daar ga je natuurlijk sowieso niet zitten. Mano? Wat? Hey, hier is nog een deur of wordt onwijs verplaatst. Nou, ja. Oké. Oh, dat zeg je nu wel? Nou, we gaan toch eventjes kijken. We gaan toch eventjes alles checken. Het duurt lang, mensen. Nee, ik ben er nog niet uit. Nee, dat duurt nog wel even. Hallo, Mano. Ik zit nu letterlijk voor jou met de camera. Dus ja, maar nu kan je wegrennen. Ik heb het niet gedaan. Doe het alsjeblieft even niet, want ik heb het ook niet bij jou gedaan. Ik ben het vergeten. Ja, anders is het saai. Anders kan ik toch niet kijken. Ja, maar ik toch ook niet... Ja, zie ik. Zit hij hierin, deze kluis? Nee. We checken gewoon even alle kluizen, mensen. Dan weten we zeker dat hij hier niet zit. Ja, hij zit blijkbaar. Heb je iets over het hoofd gezien? Ja, jij zit hier, hè, of niet? Ja, heb je iets over het hoofd gezien? Je zit zeker... Niet bij jezelf. Hè? Ja, ik zou wel het zeggen. Ik ga gewoon dood hier! Als je die om je speelt. Ik ging gewoon dood! Oh, ja, dan komen ze in de lava kwam waarschijnlijk. Ja, hoffel, maar het ding is gewoon meteen weer dicht. Maakt niet uit! Moet ik weer wachten? Ik heb weggehaald. Oh, hè? Oh ja. Oh ja, ik kan. Oh shit, nou ja, ja. Ik heb iets over het hoofd gezien. Blijkbaar zit hij op het dak of zo. Nee, op het dak, nee! Kom ik zoen. Wat is dit? Hè? Door die deur teleporteer ik daar. Ja, door de deur. Hè? Oh, nu niet meer, hè? Ik weet niet wat voor jou gebeurt. Ja, echt kindvriendelijk, die sniper. Die sniper is echt kindvriendelijk, jongen. Ja, ik kan geen eens naar boven kijken, omdat ik op mijn camera aan het kijken ben. Heb je het over het hoofd gezien? Achter de muur kan je ook doorheen. Wat is dit nou weer? Als je om je speelt, kom je in de geheime tunnel. En die zit achter een kluisje. Wacht even, ik kan even niet filmen, jongens. Ik moet even de obby spelen. Oh mijn god, nee. Ik wil niet dood. Ja. Ja, het is me gelukt, mensen. Ja, als het goed zit, nu in die tunnel. Zit je in de tunnel? Ja, maar ik span de hele tijd terug. En ga nu eens naar de andere kant toe. Ik span de hele tijd terug. En nu weer nog een keertje. Ik kan toch niet zien? Nee, als je... Ja, nu zit ik vast. Je kan gewoon bij je... Ja, maar nu moet ik hem weer helemaal opnieuw doen. De ronde harder, maar ja. Oh mijn god. Wat moet je precies doen? Wat zeg je? Het zit achter een kluisje. Het zit achter de derde kluisje naast de bosdeur. Are you freaking serious? Ja, dat is echt zo. Neem dan... Oh, dit is weer hetzelfde ding. Ik ben weer losgekomen op een of andere manier. Ik ben losgekomen.
ergens. Ja, maar hij teleporteert toch de hele terug. Kijk, deze deur ook weer niet. Kijk, de patat sowieso kijken. En als je in één keer kijk en dan, kijk, zie je? En dan kun je er wel eruit. Kijk. Hè? Zie je? Kijk hier, achter kruisje. Dit heb jij over het hoofd gezien. Dat zeg ik net, heb je dit eens over het hoofd gezien? Oh, dus je zat daar blijkbaar. Nee, ik zat daar niet, maar... Hey. Misschien zag je het... Oké. Okay. Waar de fuck kan je nog meer verstoppen? Nergens. Wat is hier nog meer te vinden? Niks. Ja, maar hoe de hel gaan we dit doen? Maar deze video doen we echt al 11 minuten. Zometeen kan ik hem niet uploaden, omdat hij te lang is. Ja, nou deze stoppen we dan wel even. Nee, ik kan jou gewoon echt niet vinden. Waar de fuck kan je nog heen? Je kan nergens heen. Je kan echt nergens heen. Ja, hier ben je weer dood van die obby. En nu span ik gewoon in die tunnel weer, hè? Ik doe nog 2 minuten en dan is de video afgelopen. Dan nee, dat duurt te lang. Nee. Zit jij in dit kastje? Auw! Ga je dood? Ik heb het expres gedaan, want je moet met de poort al heen. Dus ik heb het expres op blok ervoor gezet dat je niet ingespringen, snap je? Oh, verdomme. Wat is dit een klote ding, zeg? Leuk, hè? Is een portal? Maar er is nergens een freaking portal. Ben ik weer dood? Kijk, maar dan span ik weer elke keer bij dat ding. Omdat er een checkpoint zit. Ja. Ik heb je. Sorry, waarschijnlijk was het niet op beeld. Hoe de fuck kom je daarachter? Ja. Ik kon er gewoon achter. Ja, ik heb je. Ik heb je! Je had nog 1 minuut en 5 seconden over. Waarschijnlijk was het al lang voorbij, want we zijn al lang meer dan 5 minuten bezig. Maar, zullen we het backyard doen? De backyard? Nou, ik zou het eigenlijk overlaten voor de volgende video. Okay. Doei!